Nou, Wim Beltevreden, directeur-eigenaar van Concern Caribbean. Concern Caribbean is eigenlijk een soort van afspiegeling van onze Nederlandse armoeddienst. Daar heten we Concern. We zijn eigenlijk net deze week, sterker nog, we zijn gisteren gestart. Wat wij hier gedaan hebben is heel goed geluisterd naar lokale adviseurs. Accountants ingeschakeld, belastingadviseur ingeschakeld. We hebben veel met mensen van SPOK gesproken in dit geval. De diensten zoals we die hier hebben aangeboden, wij zijn geen Nederlands bedrijf hier. De belangrijkste mensen die we hier in dienst hebben zijn lokale mensen. De arts die we in dienst hebben genomen is iemand uit Curaçao. De psycholoog, socioloog is iemand uit Curaçao. En we hebben eigenlijk maar één Nederlandse dame meegenomen vanuit Nederland. Waar je hier rekening mee moet houden, heb respect voor de eilandbewoners. En op het moment dat je respect toont, krijg je ook respect terug. Je hebt allemaal wel eens van het woord makamba gehoord, dat is geen scheldwoord. Maar daarmee bedoelen ze een witte Nederlander die het denkt allemaal wel eens even beter te weten. En soms zie je dat ook wel, dat Nederlanders denken van nou, ik ga het hier even allemaal doen op het eiland. Dat moet je niet doen. Op het moment dat je je onderneming opzet, bereid je goed voor, maak een goed ondernemingsplan. Wij hebben bijvoorbeeld ons eigen marktonderzoek gedaan, gewoon mensen op straat aangehouden, bedrijven bezocht. Heel goed geluisterd naar goede accountants en fiscalisten. En wij denken dat we het goed gedaan hebben. We doen dat met twee bedrijven, Concern Caribbean, Arbo en HR bedrijf en CRM Insurance. En CRM Insurance heeft zich gespecialiseerd op risk management, bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en hypotheek. En ik wens iedereen die zich als ondernemer op Curaçao wil vestigen, ontzettend veel geluk, succes en geloof mij, op het moment dat je kwaliteit levert of denkt te kunnen leveren, dan kun je hier een hele leuke toekomst tegemoet gaan.